heren en welkom bij ProGayTV. Wij zijn vandaag in het Oosterpark en we gaan een kijkje nemen bij een LGBT fotoshoot. En wij, dat zijn mijn cameravrouw Letitia. Hallo. En ik heet Marco. Ik zit hier met Daan Stringer en wij zijn hier in het kader van een fotoproject waarin lesbiennes, homo's en transgenders een beeld worden gebracht. Kun je iets meer vertellen over het project? Ja, het is een expositie dus, die in de Amsterdam Oostbibliotheek wordt geëxposeerd. En het stadsdeelkantoor Oost, en sportschool, en ook een café en nog meer plekken eventueel. Het gaat om 5 grote foto's, waar ik 6 mensen op fotografeerd. Althans, ik ben ook bezig nu met de transgender. Ja. En 3 lesbo's, waarvan 1 stel en 2 homo's. En het zijn echt portretten? Ja. En op locatie, met herkenbare locaties op de achtergrond in Amsterdam. Want het is Oost en de personen die wonen in Oost, ja, toch? Klopt. Ja. En hoe probeer je ze in beeld te brengen? Dat ze trots en een soort krachtigheid uitstralen. Dat vind ik belangrijk. Ja, en verder wel een ontspannen foto. En natuurlijk dat ze er flatteus aan hebben. Ja. Trots en krachtig. Ja. Ivo, jij bent een van de geportretteerden die vandaag op de plaat worden gezet. Waarom doe je mee? Ze zochten een transgender uit de buurt. Ik ben een transseksueel. En je bent uit de buurt, want je bent hier geboren en getogen, was het? Ja, helemaal. In het Ons Lieve Vrouwengasthuis, of eigenlijk vroedvrouwencentrum. Dus daar ben ik geboren. Maar ik wilde eigenlijk eerst helemaal niet meedoen, omdat het toch mijn eigen buurt is. En ik heb zoiets, nou, ik mag ook wel wat privacy hebben. Maar ik vond het toch wel goed om een statement te maken van, dat het toch iets, dat het ook je buurman kan zijn, die trans is. En dat het allemaal wat te zaal. Het is natuurlijk niet normaal, maar het is ook weer wel normaal. Weet je, zo, het is gewoon een statement. Je wilt het gewoon bespreekbaar maken. Ja, precies. En gewoon, zichtbaar maken. Ja, absoluut. Je bent sowieso zelf ook behoorlijk actief op dit vlak, want je hebt ook bijvoorbeeld een werkgroep. Ja. Ik heb een Joods-Portugese achtergrond en ik ben begeleid door mijn boeddhistische leraar, die komt zelf uit Tibet. En ik wilde toch iets doen voor mijn, voor andere religieuze transgenders. Ja. Dus toen heb ik een werkgroep opgezet om toch het bespreekbaar te maken in religieuze organisaties, communities, geloofsgemeenschappen, omdat toch dat mensen dat toch naar hun dominee kunnen, naar hun pandit, naar hun boeddhistische leraar, naar hun rabbijn, naar hun pastoor, dominee, whatever. Dus dat het inderdaad bespreekbaar wordt. Ja. Goed, trots en krachtig, hè? Maar je doet het toch voor tot de hier? Wat die avond? Zo. Deze vind ik niet leuk. Nog even terug naar de fotoshoot. Ja. Je mag de foto's van tevoren bekijken, maar je hebt geen zeg over welke uiteindelijk wordt uitgekozen. Wat vind je daarvan? Ja, ik vertrouw maar op de fotograaf. Laat ik het zijn. Ja, ik ben ook super benieuwd. Ja, ik ook. Ja, we gaan het zien. Ja. Kijk, dat is natuurlijk goed om te horen. Je doet het goed. Ja, zeker. En daarom zeg ik het. Zij is de baas. De LGBT fototentoonstelling is de komende maanden op meerdere plekken in Amsterdam-Oost te zien. De opening vindt plaats op 1 augustus in de bibliotheek op het Javaplein. Daarna is die ook in het stadsdeelkantoor Oost te zien. En wil je weten waar die nog meer te zien is tot en met december? Kijk dan even op onze website, dat is weareproud.nl.